De dienst administratie en uitbetaling sociale voorzieningen van het ministerie van Sociale Zaken, AUSV, zal maandag aanstaande beginnen met de uitbetaling van de algemene kinderbijslag over het dienstjaar 2015 en wel in het district Wanica. Monsje Atompai, waarnemend hoofd van de dienst AUSV, benadrukt dat er geen achterstand is in de uitbetaling van AKB-gelden in het district. Wanica wordt als laatst aangedaan, omdat dit district de meeste huishoudens heeft. Atompai weerlegt aantijgingen dat de gelden van het ministerie niet terechtkomen bij de sociaal zwakkeren. Aanvragen om in aanmerking te komen voor sociale steun worden op de verschillende wijkkantoren ingediend. Als die zijn goedgekeurd, wordt de subsidie door de AUSV uitbetaald.